Er worden steeds meer maatregelen genomen om weinig of geen aardgas meer te hoeven gebruiken, zodat we in 2050 een vrijwel CO2-neutrale economie in Nederland hebben. Een van die oplossingen die hieraan bijdragen zijn de warmtepompen. Huub Hompus van Climate for You vertelt ons hier alles over. De grootste misvatting voor warmtepompen is dat men het altijd relateert aan bronboringen. Die zijn niet nodig, omdat wij met een luchtwaterwarmtepomp werken. En veel mensen kunnen het woord warmtepomp alleen maar in associatie brengen met een bron. Een warmtepomp werkt op een heel simpele manier. We hebben een soort elektrisch aangedreven motortje. En dat motortje verplaatst gas van A naar B. B is buiten, A is binnen. De energie die we buiten kunnen vangen met dat gas, omdat het gas een enorme magnetische kracht heeft op warmte, brengen we naar de pomp. De pomp maakt er een iets aangenamere temperatuur van en we geven het aan de binnenzijde weer af. En dit doen we allemaal met een hoog rendement, zoals dat heet, hoge COP. Heel plastisch gesproken, we doen er een kilowatt in en we krijgen 4 kilowatt retour. Stel je neemt wat eau de cologne, doe je op je hand en dan voel je dat je hand koud wordt. Je hand wordt koud omdat die eau de cologne in vloeistof op jouw hand komt, maar graag gas wil worden. Daardoor onttrekken we warmte aan ons lichaam, dat is wat we voelen aan koude. En dat is in basis het idee van een warmtepomp, met gas energie verplaatsen. De grote voordelen van een warmtepomp zijn dat we geen gas meer nodig hebben, dus geen natuurlijke bronnen meer nodig hebben. Onze energie groen op kunnen wekken en het omzetten in warmte of in douchewater. Investeringen zijn zeer prettig, zeker ten opzichte van een cv-ketel, dat is een subsidie van de overheid. Dus er zijn een heleboel voordelen om die stap te maken. Er zijn diverse systemen van warmtepompen en combinaties mogelijk. De warmtepomp is te koppelen met een cv-ketel, een bestaande cv-ketel. De warmtepomp is in de vorm van een hybride, een gasketel gekoppeld aan een warmtepomp in één unit. En de derde optie is iets wat we in ieder geval kennen inmiddels, is de airco. Wij noemen dat een luchtwarmtepomp. Dus ook dat systeem is nog steeds toepasbaar als warmtepomp. In principe is de warmtepomp voor bijna elke situatie geschikt. Wij praten in de regel over kleinere vermogens, tot 50 kilowatt. Je kunt het in een woonhuis importeren, je kunt het zakelijk toepassen voor een kantoorpand, grotere kantoorpanden. Je kunt hem eigenlijk bijna overal gebruiken. Behalve bij extreem grote vermogens, dan gaan we naar een ander systeem. We dienen er rekening mee te houden dat onze natuurlijke brandstoffen schaars gaan worden. En dat we daar nu al adequaat op moeten reageren door een alternatief te pakken. Het duurzame aan warmtepompen is dat we met natuurlijk opgewekte stroom toch kunnen voorzien in ons comfort. Tapwater, cv-water, zonder gebruik te maken van gassen, oliën. Dus voor de lange termijn, voor ons eigen behoud van de natuur, is het een hele duurzame stap. Wim Maas heeft ervoor gekozen om een warmtepomp in zijn huis te laten installeren. Hij legt uit waarom. Ik heb gekozen voor een warmtepomp, omdat voor de kosten, dus dat ik er geld aan kan verdienen. En ten tweede ook om het milieu te dienen. Ik denk dat wij qua aanzien van milieu, dat wij daar helemaal verkeerd mee bezig zijn. Hè, dat wij alleen maar energie verbruiken. En op deze manier krijg je energie van de zon. Ik heb 67 zonnepanelen. Die mij verzorgen dat ik mijn auto erop kan rijden. Maar ik kan in ieder geval het milieu een heel stuk dienen.